Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van ons. Vandaag gaan we met jullie longboarden. We hadden natuurlijk eerst het actionboard van 30 euro, die ging steeds linksaf. Maar nu hebben we twee nieuwe boards van skateboardwebshop.nl. Wij zijn best wel beginners, we kunnen er geen bal van, zeg maar. Maar we hebben geoefend, speciaal voor jullie, om een beginnersvideo te maken. Dus als jij ook wil longboarden, net als wij, dan moet je naar deze video kijken. Want wij gaan als beginners uitleggen hoe je het beste op je longboard kan beginnen. Ja, nog een laatste iets. En dat is dat je als beginner ook een board kan winnen. Want wij gaan een vet cool longboard weggeven. Voordat je een board kiest, is het belangrijk om even na te denken, zeg maar, wat je precies wil gaan doen. Ik heb gekozen voor een drop-through board. Dat zorgt ervoor dat het board lekker laag op de grond ligt. En dat zorgt weer voor lekker veel stabiliteit. En dat zorgt er weer voor dat ik niet van het board afdonder. Yes! Ik heb hier een Kicktail Carve board. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje een allround board. Want hij is niet alleen maar geschikt om te carven. Maar je kan er eigenlijk ook gewoon lekker gewoon mee cruisen. Of door de kicktail kan je er ook trucjes mee doen. Als je gaat kiezen voor wielen onder je board. En die zal je nodig hebben. Dan zijn er twee dingen waar je op moet letten. Ja. En dat is de grootte van het wiel, zeg maar. En de hardheid van het wiel. Ja. Want hoe groter je wiel, des te langer je doorrolt. Ja, en des te harder je wiel, des te harder je rolt. Als je eenmaal een board hebt met wielen eronder, kan je gaan longboarden. Wat belangrijk dan is, is om te bepalen of je met je rechtervoet vooruit staat of met je linkervoet vooruit staat op het board. Je linkervoet voor met je rechtervoet achter, dat is de regular stand. En je rechtervoet op je board voorop en je linkervoet erachter, dat is de goofy stand. Nou, als je eenmaal weet met welk voet je voorop moet staan, dan is het tijd om erop te gaan staan. Bij het afzetten doe je al je gewicht in je voorbeen. Op het moment dat je dan zeg maar op het board gaat staan, dan draai je gelijk je voet bij, zodat je gewoon stevig staat. Dus gelijk zo. Was het. En als je dan eenmaal rolt op je board, dan wil je natuurlijk ook nog een beetje links en rechts. Want anders ga je alleen maar rechtdoor en dat is niet de bedoeling. En dat doe je eigenlijk door, als je rechtsaf wilt slaan, door een beetje je tenen in te drukken en een beetje je beetje kantelen. Je, hup. En als je de andere kant op wil gaan, dan doe je eigenlijk het tegenovergestelde. Dan haal je je tenen ietsje omhoog en dan ga je, leun je een klein beetje naar achteren. En dan sturen ze eigenlijk gelijk de goede kant op. Wil je een longboard winnen? Dat kan. Ga eventjes naar onze blog www.ikvrouwvanjou.nl, want daar vind je alles over deze winactie en zie je zeg maar welk board je kan winnen. Bedankt voor het kijken nogmaals. Geef deze video een duimpje, abonneer je op ons YouTube kanaal en tot de volgende keer.